Welkom bij de uitlegvideo van het prototype van Spot. Spot is een reserveringsplatform waarmee je heel makkelijk en snel een plekje op de camping kunt reserveren voor je vakantie. Deze app is gemaakt voor flexibele reizigers, zodat ze makkelijk en snel bij hun in de buurt een plekje kunnen vinden voor de avond. Zodra je de app opent, kun je meteen inloggen of een account aanmaken. Ik registreer me hier dus snel even op de app. Met dit account kun je bijhouden wat je reserveringen zijn. En wat je voorkeuren zijn voor het reizen. En een account is natuurlijk niet af zonder een mooie profielfoto. Campingplekken zijn er natuurlijk in verschillende soorten en maten. Dus het verschilt enorm of je met een camping-caravan gaat, of met de tent. Of in een naar een huisje op zoek bent. In mijn geval ben ik met een tent en kan ik ook wel een keer in een huisje slapen. Dus klik ik deze twee aan. Nadat je dat geselecteerd hebt, kom je op het scherm waarbij je bovenin de kaart ziet welke campings er voor je beschikbaar zijn. En als je hieronder op meer campings klikt, dan zie je alle campings die beschikbaar zijn bij jou in de buurt. In dit geval ben ik met de tent. Hier staat de omschrijving en het kost een tientje per nacht. Dus bij het reserveren van de camping krijg je meteen de campingplattegrond te zien. Hieronderin kun je dus invullen wanneer je verwacht aan te komen op de camping. Hier bovenin zie je dus meteen plattegrond van de camping met de beschikbare en niet beschikbare plaatsen. De blauwe plaatsen zijn de plekken waar je tent nog neer kan zetten, en de rode plaatsen zijn bezet. En het liefst zou ik uh, dichtst bij het zwembad zitten, dus ik kies voor 36. Zo heb je je spot gereserveerd. Nu moet je alleen nog maar wachten op uh, conformatie van de camping-eigenaar. Um, hier bij spots kun je dus zien. Dus over wanneer waar je wordt verwacht. Dus daaronder zie je op de kaart welke plek het is en over hoe lang je wordt verwacht. Ook kun je je reserveringen annuleren. Bij contact kun je contact opnemen met de klantenservice van Spot. Op het moment is dat mijn nummer en mijn e-mailadres. Ook staan er social media links onderin met de grote knoppen die je weer herleiden tot de social media pagina. En daarna heb je natuurlijk je profiel waarmee je kan zien welke reservering je hebt, welke je gehad hebt en waarmee je mee op reis bent. Dus bijvoorbeeld, ik ben niet meer met naar het huisje, maar ik ga met de camper. Dan zie ik uh, nieuwe, nieuwe campings. En uh, laten we zeggen, ik kan niet meer naar deze camping, dan kan ik hem altijd nog verwijderen. En dan vervolgens een nieuwe afspraak maken. Deze app is ontwikkeld om het makkelijk te maken voor zowel de camping-eigenaren. Als de reizigers. De camping-eigenaren weten nou wie op welke plek staat en wanneer. Net als dat de reiziger weet waar hij naartoe moet zonder een kaart te krijgen bij de balie. Dit was de video. Bedankt voor het kijken.